kan ik dan iets voor ze betekenen qua iemand bellen? Of, nee, ze kunnen een advocaat krijgen en dat soort dingen. Dus op zich... Ja, en wanneer kunnen hun die advocaat worden? Dat ligt eraan. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Dat kan ik u ook niet zeggen. Nou, wat er gebeurd is, feitelijk, wij hesjes gewoon wandelen en eigenlijk de politie begint te provoceren door ons niet door te laten. En dan krijg je natuurlijk een actie-reactie. Dan zijn die mensen feitelijk onterecht gearresteerd. Dat zijn pure menselijke reacties. Kijk, als de politie nou wat minder provocerend was geweest... Die discussie ga ik niet aan, ik ben er niet bij geweest, dus het gaat niet aan beginnen. Maar het staat op beeld. Ah, oké, prima. Het is Joni's geboorte. In dit geval, Ja, dan zat ik het toch goed. Dat is waar, ja. Alleen maar Rijn is het wel. Marijn is volgens mij 33. Gaan vasthouden. We gaan er wel vanuit dat ze natuurlijk om 9 uur of om 6 uur vrijgelaten worden. Om mensen dus, het is disproportioneel om die mensen nou zo lang vast te gaan houden. Ik ga verder met Marijn. Helemaal niet. Ik denk dat dit van Marijn is 2 jaar. Want er staat geen geboortedatum, maar wel dit zeg maar. Hier ook. Hier staat sinds 3 januari 1905. Goeiedag, wat is het? Joni. Ja, ik heb net al met uw collega gesproken, maar waar het me even om gaat is, hebben ze gelijk recht op een advocaat of gaan jullie dat uitstellen tot maandag? Dat ze... Ja? Ja, oké. Kan ik nog wat achterlaten, sigaretten of iets? Of iets wat ze nodig zouden hebben? Want ik weet niet wat ik weet dat ze alle 2 sigaretten roken. Okay. Dus dan ga ik misschien even naar het tankstation. Dan haal ik even wat sigaretten. Dan kunnen ze in ieder geval hun sigaretten kunnen hebben. Kunnen ze niet wat roken. Nou, dan loop ik even naar het station, dan geef ik je even een sigaret aan. Ja? Bedankt, tot zo. Okay. Die is geïnformeerd. Kijk, ze mogen ze in de spiegel over de spiegel te kijken. Oké, dat is goed. De arts die wordt gekend. Dan moet ik even kijken welke medicatie ze heeft. Want soms de arts die de politie dan krijgt, is misschien weer een afgestuurde. De arts en die mag dan ook misschien geen recepten uitschrijven. Dus als er medicatie tekort komt, dan moeten we even iets gaan regelen. Als hij hier lang moet blijven zitten. Dus. Staat op video. Gaat u gang. Goed zo. Prima. Ik heb al eens een klacht tegen u ingediend, hè, dus dat wordt de volgende. Prima, heel goed. Ik zie hem tegemoet. Dank u wel. Ja, gaat u gang. Tot ziens. Deze meneer. Zo!